Zo, Klaas. Heb je het huis gekocht of gehuurd? Gekocht? In deze tijd. Had je moeten huren? Nee, nee, nee. Wat heb je betaald? Wat heb je betaald? Huh? Ja, is alweer de helft waard, hè? Ja. In 2 maanden. Ongelooflijk. Ja, gaat snel. Wat stond erop vinden dan? Nostalgisch. Ja, dat betekent bouwvel, hè? Ja. Sukkel. Nou, nou. Goed dat je mij gebeld hebt. Ik ben er aannemer voor. Ik kan het allemaal verhelpen, natuurlijk. Tuurlijk, dat kan ik allemaal verhelpen. Het is een behoorlijke omzet. Een bouwvel. Dus, Want waar staan we hier überhaupt, Klaasie? Ik mag Klaas zeggen, toch? Nou, Klaasie, waar staan we hier? Wat is dit? Dit is een slaapkamer. Hier waren gaan slapen. Wij dood. Moet je hier gaan slapen, jongen. Ja, ja. Met elektra is het jaar 0, man. Er moet nieuwe elektra in, wist je niet? Nee, moet allemaal nieuwe elektra in. Dan gaan we er niet op plakken, zoals nu. Nee, dan gaan we er even netjes in frezen. In frezen, met de freesmachine. Lekker frezen. Gewoon met de freesmachine, lekker frezen. Maak lekker een sleuf met de freesmachine. Lekker een sleuf maken. Allemaal sleuf met de vredelijke frezen. Heel niks te frezen, ik ga lekker frezen. Lekker frezen, heerlijk. Alles lekker los frezen. Lekker een sleuf maken. En een stukje. En een stukje weer, hè. Ja. Je gaat, en een stukje, even alles mee. Je gaat nooit 1 wandje stuken in de kamer. Dat is geen gezicht. Nee, nee. Dan zeg je, oh, mooi wandje. Lelijk, lelijk, lelijk. Nee. In stuken zit het geld niet, hoor. Dat maakt niet uit. Goed, nou ja. Nou, weet je wat? En trouwens, het plafond ligt toch open. Dat moet je meteen even isoleren. Dat moet je meteen even isoleren. Dat ligt nooit meer open. Als je er woont, ligt dat niet meer open. Nu ligt het open. Kan je meteen isoleren? Tuurlijk moet je dat isoleren. Hé, hey, dit is Klaasie. Tuurlijk moet je dat isoleren, man. Hé, hey, wij stoken voor de KLM. Nee, nou dan. Van die broodjes ertussen, man. Dat kost €600 per vierkante meter. Moet je gewoon even doen, jongen. En het ook weer mooi strak stuk, hè? Strak stuk. En een stuk plintje, jaren 30, hè? Een stuk plintje, €100 per meter. Nou, goed. Hebben we een heel mooi slaapkamertje. Zie je nog steeds de miep over de isolatie? Nog steeds, ja. Je hebt toch ook dubbel glas? Heb je geen dubbel glas? Nou, dan moet wel even dubbel glas in, anders heb je dat voor niks geïsoleerd. Sowieso, die kozijntjes zijn rot, hè, Klaas? Dat zijn rotte kozijntjes. Niet gecheckt bij de koop. Nee, amateur. Moet je altijd even checken, hebben we de schroeven draaien? Moet je even prikken in die hoekjes, hè? Kijk, hier is een hoekje, kijk. Zo. Dat gaat rotten. Dat, daar moet even een nieuw kozijntje in, Klaasie. Ja, andere kozijntje ook nieuw. Anders heb je 1 mooi strak nieuw kozijntje, ander oud, geen gezicht. Eenheid creëren, belangrijk. Nou, nieuwe radiator hier ervoor. We zijn toch met die HR-ketel bezig. Hangt er ook alweer 3 erin. Moet vervangen worden. Nou, dan zit je nog met je contactgeluid. Hè? Is wettelijk verplicht je contact. Is wettelijk verplicht. Nee, ik verzin het niet, Klaasie. Is wettelijk verplicht je contactgeluid. Ja, zoveel dB moet je er isoleren. Is wettelijk verplicht. Ja, je woont zelf ook beneden. Nou, toch moet dat. Dus, Het helemaal spik en span, jongen. Heel mooi kamertje. Nou, helemaal mooi, jongen. Nou, gaan we naar buiten. Kijk. Oh, kijk, heb je de deur. Kijk, de deur naar buiten en de deur van de badkamer. Kijk, klank, klank, klank. Als je tegelijkertijd open gaat, dan wil je niet klank, klank, klank. Dan wil je geen klank, klank, klank. Dat gebeurt wel, natuurlijk. Klank, klank, klank. Ga jij naar de wc, moet je vrouw ook klank, klank, klank. Kinderen wakker ook klank, klank, klank. Andere kind ook klank, klank, klank. Je gaat even kijken, gaat wel goed. Klank, klank, klank. Buren, boy, boy, boy. Jij weer klank, klank, klank. Inderdaad, de achterna weer klank, klank, klank. Je wordt er gek van. Inderdaad, muurtje verzetten, Klaas. Heel goed. Muurtje verzetten, heel goed. Is een dagje werk, €1000. Nou. Heb je ook ruimte voor een bad? Tuurlijk wil jij een bad. Iedereen wil een bad. Tuurlijk wil jij een bad, man. Hey, Batman. Tuurlijk wil jij een bad. Tuurlijk. Ja, hoezo past dat niet? Nou, dan trek je toch even het studeerkamertje er even bij. Studeer je nog? Nee, nou dan. Heb ik. Heb je ook ruimte voor een wasstraat? Ken je niet een wasstraat? Zo'n glazen plaat met meerdere douches zo naast elkaar zo. Loop je 1 keer erin zo. Schoon. Ideaal. Ja. Nou, over vloerverwarming in de badkamer ga ik niet eens in discussie. Hey, goed, Klaasie. Nou, 4 kraantjes, hè. Je bent met z'n 4 thuis. 4 kraantjes, geen file 's ochtends, hè. Geen tandenborstelfile, dat wil je niet, want je staat sowieso in de file. Jij staat niet in de file. Deze hele wijk staat 's ochtends in de file. En Klaasie, die staat niet in de file. Wat voor werk doe je dan, hè? Cabareteur? Weet je wat de grootste... Weet je wat de grootste grap is in het huis? Schrijf maar op, jongen. Schrijf maar op, ja. Ja. Nou, 4 kraantjes, designkraantjes, €600 per schroefje. Nou, dan heb je een... En een mooie voederbak, hè? Een soort wasbak van 2,10 meter. Nou, jongen, helemaal spikkerspan, jongen. Heel mooi. Hey, prachtig, toch? Hey, laat maar over aan de professional. Nou, mooie slaapkamer, mooie badkamer. Andere slaapkamer is hetzelfde. Gaan we naar beneden, Klaas. Kom maar mee, jongen. Hey. Ja, jongen. Hier zit de benedenverdieping. Oh, Jezus Christus. Oh. Je moet bedenken, hier komt bezoek binnen, hè? Oh. Moet tegen bezoek zeggen, boven is het wel mooi. Dat wil je ook niet. Huh? Dit is al gedaan. Oh, dit is al gedaan. Oh, ja. Zelf, ja. Nou. Zelf ook lopen stukken, zie ik. Ja. Last van je rug, zeker. Je loopt er helemaal krom van, jongen. Ja, Klaasimodo. Hey, ja. Slijm erop, jongen, slijm erop. Ja. Die keuken ook zelf geplaatst, Klaasie. Hey, ja. Het idee van een keukeneiland is dat je eromheen kan lopen. Niet dat je via de tuin naar de andere kant.
Daar moet een zeer aan, hè? Daar moet een zeer aan. Ik kan er nog niet helemaal omheen lopen, maar aan één kant heb je Schiereiland, laat ik het zo zeggen. Ja. Sowieso, ben je wel eens in de keuken? Ben je wel eens in de keuken? Nee toch, wat maak je dan? Je bent al weg, jongen, je bent toch cabaretuur? Wat maak je dan? Toen is die Jan Klaas? Hey, ja. En toch die ook wel, hè? En toch die wel, Klaas. Moet ik wel zeggen, toch. Moet je voorop passen, hoor. Zeker, ja, jongen. Anders krijg je Klaasontsteking. Dat wil je niet. Nee, jongen, ja. Weet je wat we gaan doen, Klaasie? Ik weet het goed gemaakt. Ik maak me niet uit. Ik weet het goed gemaakt. Ik begin gewoon vandaag al. En de offerte krijg je over 3 weken. Hé, hey, hoe klinkt dat? Dat is muziek in je oren, hè, Klaasie? Hey.